Oh ja, van wie kreeg je bezoek? Van Sagan. Van? Sagan. Oh, leuk. Leuk. Hé, hey, lekker naar huis toe, hè? Heerlijk. Voorlopig weer even voor een paar maanden. Nou, ik hoop wel langer als een paar maanden. Zo is dat. Dat is niet erg vinden. Nou, even wachten op de, ja zeker, de apotheker. Ga staan. Yeah! Naar huis. Later. Ik sta hier in een straat in Hellevoetsluis. En daar komt zo meteen de burgemeester. Oh, Wil, hoezo? 60 jaar huwelijk? Nee. Nee, dit keer niet. Maar wel iets heel leuks. Een manneke. Wat een brief heb geschreven aan de burgemeester. En die krijgt eigenlijk een verrassing. Nou, even kijken of ik het kan vloggen. Later. Ja, daar. Oh, voorzichtig. Oh, hij is helemaal hype. Weten we niet. Ze liggen. Soms ligt er wel afval. Ja, heel weinig. Ik heb er zo eentje per maand. Ja, thuis ook. Oh ja, en dan zeg je dat ook wel tegen die andere kinderen zeker? Nee. Nee? Het is gewoon echt heel soms. Oh, heel soms. Nou kijk, het is een goeie verkocht. Dat zie ik wel. Ja, of net wat te groot. Hij is wel een beetje te groot, dat zie ik wel. Ja. Ja. En misschien ook helpen om ze erin te doen. Nou, ik denk dat wij met z'n drieën... Ja. Zullen gaan. Ja, want ik hoor, hier is het niet zo'n probleem, hè? Of het speeltuintje? Onderweg. Hij loopt naar school en dan heeft hij, komt hij op het nippertje aan en dan... Maar ik heb wel drie blikjes weggegooid. Oh, dus netjes. Dan gaan ze nog wat onderweg gaan opruimen. Nou, dat is wel heel leuk. Moet je misschien een keer op school ook zeggen. Want zijn misschien ook wel kinderen van je school die dat onderweg doen. Oké. Daar aandacht aan besteden. En je hebt dan een keer een les gehad, hè, daarover. Ja? Je weet wat het doet, hè? Als plastic heel lang in... Dit is heel slecht voor de vogeltjes. Als die en andere dieren, want sommige stikken daar gewoon in. Ja, ja. En blikjes. Hè, dat is ook niet goed. Ja, daar gaan soms egels in zitten. Ja, en die snijden zich dan denk ik wel, hè? Ja, die zitten vast. Oh, heb je dat wel eens gezien? Nee, maar mijn neef zit er wel in de schijf. Dus daarom is het heel goed dat, mensen, dat we het met z'n allen opruimen. Ja. Ja. Nou, we gaan eens even je cake proberen. Neem je zelf geen stukje? Nee. Zo, even met mijn Sandraatje naar Fysiopool geweest. Een fotootje. En gelijk even mijn brilletje weer laten stellen bij Hansie Anders. Dankjewel Hans voor de servers. Zo, dat was hem weer. Uit een dag van Wil. Sta je nou weer, Wil? Dat noemen wij droogkamertje. Moest er toch even boven zijn, dus ik denk, ga even daarheen. Hé, hey, maar bedankt weer voor het kijken. Kort vlogje. En nou, morgen weer een nieuwe dag. En hopelijk hebben jullie dit korte filmpje toch wel weer leuk gevonden. Was leuk, hè, met Wessel. Die kreeg in één keer bezoek van burgemeester Milene Junius. Nou, dat vond hij wel wat, hoor. En terecht, want dat mannetje... Dat kan nog wel eens in de toekomst een hele grote steun en toeverlaat worden voor de gemeente Hellevoetsluis. Want hij vindt dat nu al veel te veel rommel op het looppad vindt vanaf zijn huis naar zijn school. En ik denk dat hij wel een klein beetje gelijk heeft. Nou, daar is hij voor beloond. Super. Hey, tot morgen. And God love you all. Hoi.